Welkom bij het COVID-19-journaal. Om de huidige tweede grote uitbraak van het coronavirus zo goed als het kan het hoofd te bieden, worden nu ook huisartsen opgeroepen voor bijstand bij de verpleging van COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. Hoewel bij de eerste golf in juli-augustus specialisten, apparatuur en medische verbruiksartikelen uit Nederland zijn ingezet, kan deze vorm van hulp, gezien de zorgwekkende situatie in Nederland, ditmaal anders uitpakken. Over een nieuwe luchtbrug met Nederland had minister Ramadien op de persconferentie van de regering eerder vandaag het volgende te melden. Met betrekking tot de vraag als er een beroep gedaan gaat worden op specialisten uit het buitenland, of artsen uit het buitenland, mag ik u zeggen dat wij een gefaseerde human resource opschalingsplan hebben. We zijn in ieder geval bezig al onze lokale resources aan mankracht uit te putten. Sowieso de artsen in opleiding, de assistentartsen, de co-assistenten, maar ook de medische studenten die voor de randfaciliteiten moeten zorgen, namelijk die ook ingewerkt worden in het systeem. Uiteraard zal op basis van de rapportages uit het veld, uit het klinisch veld, gehandeld worden. Er was ook inderdaad in de vorige golf een samenwerking, een luchtbrug met de Nederlandse specialisten. Ook daar zijn we bezig om een beroep te doen weer om dit weer van de grond te krijgen. Maar u weet dat ook in Nederland de situatie niet al te gunstig is en dat uiteraard ook de krachten die werden gegeven vanuit die samenwerking in Nederland worden gebruikt. Maar we doen er alles aan en ook onze reguliere artsen, we hebben vandaag een oproep gedaan vanuit het ministerie aan alle particuliere artsen of huisartsen om tegen vergoeding ook in de COVID-zorg te participeren. Deze vrijdag vindt op het ministerie van Volksgezondheid door de Anton de Kom Universiteit de presentatie plaats van de eerste resultaten van een onderzoek om te weten hoe COVID-19 leeft in onze gemeenschap. Dit gebeurde aan de hand van een enquête die onder een brede doelgroep is gehouden. Op een regeringspersconferentie deelde minister Ramadien ook mee dat de Nationale Registratiecommissie positief advies heeft gegeven voor de import van het Pfizer-BioNTech vaccin. Het is de bedoeling dat onze Pan-Amerikaanse en Caribische regio in de eerste week van februari zal worden voorzien van de eerste dosis van het coronavaccin. Ik mag u zeggen dat aanstaande vrijdag op het ministerie van Volksgezondheid, waarvoor u nog een uitnodiging kreeg, een presentatie is of een uitleg is over een enquête die is gehouden vanuit de universiteit, de medische faculteit, waaraan pakweg 2500 personen hebben deelgenomen. En er is gekeken naar informatie en de kijk op het COVID-vaccin vanuit de Surinaamse burger. En daar zijn wat interessante resultaten uitgekomen. We zullen de onderzoekers van de universiteit vragen om vrijdag aanstaande een uitleg te geven over de enquête. Inmiddels kan ik ook verklappen, kreeg ik net binnen, dat wij onze registratiecommissie voor geneesmiddelen deze week hebben gevraagd om te kijken naar een goedkeuring van het en de veiligheid van het Pfizer-vaccin voor COVID. En ik kreeg net de mail binnen dat de registratiecommissie een positief advies geeft aan de regering om een importvergunning te verlenen aan voor het Pfizer-vaccin voor COVID. Dat betekent dat deskundigen uit Suriname inmiddels ook content zijn met het gebruik van Pfizer-BioNTech-vaccin op de Surinamer. Maar in ieder geval zijn we in dat proces nu, omdat u weet dat we uiterlijk 18 januari een deadline hebben waar wij aan enkele voorwaarden moeten voldoen, willen we nog in de eerste ronde van verdeling van het vaccin, met name voor de gezondheidswerkers, meedoen. Want de regio wordt in de eerste week van februari voorzien van een klein percentage van de populatie aan vaccins. Dus deze week nog krijgt u van de gezondheidsautoriteiten updates op de volgende COVID-19 persconferentie. Het kan wel eens gebeuren dat de toestand van positief geteste personen zonder symptomen in de isolatietent plotsklaps kan veranderen. Dan treedt volgens de directeur van het Wanica ziekenhuis Jason van Genderen de volgende fase van het medisch protocol in werking, waarbij zo een patiënt eerst medium care zorg krijgt
of vervolgens in het ergste geval wordt geplaatst op de intensive care. We hebben natuurlijk geen intensive care, maar als een patiënt verslechtert, moet je dus heel snel daarop kunnen inspelen. En COVID-patiënten kunnen heel snel veranderen. Zo'n situatie kan heel vaak van goed, ze kunnen nu met je praten en plotseling dwalen ze af. En we hebben dus daarom wel een medium care opgezet. En de medium care is in samenwerking met de specialisten en ook SU4SU, alle instanties, hebben we dus de equipment wel op de plek alles geïnstalleerd. Dat wanneer een patiënt verslechtert en niet gelijk met de ambulance kan naar de ICU van AZP, dat we de patiënt dan hier opvangen, de patiënt hier stabiliseren en dan pas met de ambulance sturen naar de intensive care. Dus die unit is operationeel al een tijdje, die moet op standby zijn, want patiënten kunnen heel snel verslechteren. Gaat u bij het merken van symptomen als griep, koorts en ademhalingstoornissen alstublieft testen. Er is vooralsnog geen reden om angstig te zijn voor het laten afnemen van het COVID-19-test of zelfs voor verplicht quarantaine of isolatie. Dus als u het voelt aankomen of twijfels heeft, laat je testen. We hebben de laatste periode ook op onze swabposten opgemerkt. In het regionaal ziekenhuis Wanica kan je dus op de maandag, woensdag en de vrijdag de testen afnemen. Vanaf 9 uur tot 2 uur. Maar daarnaast komen we dus in samenwerking met RGD komen we bepaalde dagen ook in. Maar wat we hebben opgemerkt is dat mensen eigenlijk niet komen testen of bang zijn om te komen testen. Alleen bang zijn dat ze in overheidsquarantaine komen. Maar ik wil de mensen nog steeds op het hart drukken om toch te gaan testen zodra je symptomen hebt of denkt dat je in aanraking bent gekomen met mensen, met COVID-positieve mensen, om toch die test te gaan doen. Want het is ter bescherming van jezelf één, want dan weet je dat als jij in zo'n isolatiezorg bent, het moment je verslechtert, je gelijk die zorg nodig hebt bij de hand. En twee, ook de bescherming van je familie, je vrienden en je geliefden. Toch, het is heel belangrijk dat jij weet dat jij zelf niet besmet bent. Dan kan je niemand anders ook besmetten. Want geloof me, het zal mij ook heel veel pijn doen. Als ik bijvoorbeeld besmet raak en ik ben bang om te gaan testen en ik besmet mijn oma bij wijze van spreken. Toch, ik ga er wel mee zitten. Dus het is altijd heel belangrijk om je, zodra je denkt dat je dus COVID hebt, je hebt griepverschijnselen, je bent misschien in aanraking gekomen met een COVID-positieve patiënt, laat je testen. Op Facebook en andere social media is gebleken dat sommige mensen kritische en botte kanttekeningen maken over de verpleging van patiënten met een COVID-19-infectie. Wat leken, zoals als u en ik soms niet begrijpen, is dat de afwegingen van de medische specialist doorslaggevend zijn bij de opname, verpleging en ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis. Kijk, we zien een heleboel berichten op Facebook en we snappen soms de frustratie van mensen. Kijk, het beleid, het medisch beleid, dat wordt bepaald door de specialisten. Vanaf je positief wordt bevonden, worden er gesprekken met de patiënt gevoerd. Als u bijvoorbeeld symptomen had maandag en u bent pas woensdag uw test gaan doen en u bent positief begonnen, dan gaat men het traject vanaf maandag dan al voor u uitstippelen. Als ze u zeggen dat u toch in isolatiezorg komt, dan misschien blijft u op basis van wat de specialist heeft vastgesteld, misschien wel 1 dag, misschien 2 dagen, soms zelfs langer. Hoeveel dagen een patiënt hier blijft, dat bepaalt de specialist. Toch? En het kan soms ook voorkomen dat mensen eerder naar huis komen, nog in die periode zitten dat ze de ziekte kunnen overdragen. Maar het kan ook zijn dat ze eerder genezen. Het hangt helemaal af van je lichaam, van je vitale functies, dat elke dag wordt opgemeten en op basis daarvan als alles stabiel blijft, dan wordt er een ontslagbeleid bepaald. Maar het ontslagbeleid, dat geschiet nog steeds door de specialisten. Daaraan komt niemand. Daaraan moet niemand ook komen. En dat, ik neem dan de burger ook niet kwalijk als ze dat niet begrijpen, want we zijn geen artsen en specialisten. Maar men moet wel nog steeds respect hebben voor de regels en protocollen die gemaakt zijn. Het is alleen ter bescherming van uzelf. Suriname zit nu midden in de tweede coronagolf en naar het zich laat aanzien is de piek van deze nieuwe golf nog niet bereikt. Dit zegt dokter Fosha Poussa, medisch directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. De druk op de zorg neemt toe, maar we hebben zaken goed voorbereid en ons zorgsysteem kan voor nu het aantal opnames nog aan. Ze waarschuwt dat wij met z'n allen kunnen voorkomen dat de zorgsector code zwart geeft. Dat gebeurt wanneer je mensen niet meer kan helpen
wat gangbaar is in landen waar het zorgsysteem overbelast raakt door een teveel aan COVID-19 zieken. We zien dat er heel veel mensen op dit moment COVID-positief zijn. Lijkt alsof we in een soort piek zitten. En met oudjaar hebben mensen nog gefeest, dus we verwachten dat er in de komende weken nog meer COVID-positieven erbij zullen zijn. Eigenlijk weer naar de gemeenschap toe, naar de burgers toe. Hou je aan de regels, blijf zoveel mogelijk thuis. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. En wij willen als gezondheidswerkers ook niet de situatie hebben waarbij we zullen moeten kiezen van wie ga ik wel kunnen opnemen en wie niet. Want dat is gebeurd in het buitenland, in landen als Nederland, dat specialisten, mensen hebben moeten kiezen van oké, deze persoon is heel oud en gaat het waarschijnlijk niet redden, dus deze gaan we toch maar niet opnemen, maar we gaan de andere die een grotere overlevingskans heeft opnemen. Laten we samen ervoor zorgen dat we in Suriname niet zo ver komen. Het is als gezondheidswerker nooit leuk als je moet kiezen van wie kan ik wel helpen en wie niet. Je wil het liefst iedereen helpen. Maar als we zoveel positieve en zoveel zieken hebben waarbij het systeem het niet aan kan, dan zal dat de volgende stap moeten zijn. En dan zullen we moeten spreken van een code zwart, waarbij je mensen niet meer kan helpen. Laten we als gemeenschap samen ervoor zorgen dat we niet in die situatie terechtkomen. Dat is wat ik zou willen zeggen. Naar de demografie laat de laatste data zien dat het virus in alle districten is opgedoken. Alleen lopen nu veel meer dan voorheen jongeren in de 20, 30 en 40 een corona-infectie op. De kwetsbare groepen, dit zijn patiënten met onderliggende aandoeningen of hoogbejaarde personen, vormen een groep met verhoogd risico op een verergerd ziektebeeld. De mensen die opgenomen worden, dan zien we dus meer mannen. En de leeftijdscategorieën die zijn verschillend. Dus vanaf eigenlijk jongere leeftijd, 30, 20 plus, tot 80, 80 plus. Het varieert heel erg. Maar je ziet wel dat bij deze golf de iets jongere groep, tussen de 30 en de 50, een grotere groep is. Helaas zijn er ook mensen overleden. En het is weer zo dat de mensen die overleden zijn, zijn mensen met onderliggende ziektes, mensen met hoge bloedsuiker, andere ziektes die al eerder bestonden. En als we kijken naar de leeftijden van de mensen die overleden zijn, dan varieert het. De jongste persoon is 45 die overleden is en de oudere persoon is 80 als ik het goed heb, de oudste. Hoe jammer het ook klinkt, een uitvaart waar bezoekers het maximum van 10 personen tegelijk overschrijden, vormt opnieuw een groot gevaar in termen van nieuwe besmettingen. Onze gezondheidsautoriteiten houden begrafenisondernemers aan een meldingsplicht. Met andere woorden, geef op tijd door dat er te veel personen bij elkaar zijn op een begrafenis. Begrafenisondernemers hebben nu dus de meldingsplicht als het ware, dat is sinds kort van kracht. En ik denk dat dat wel geschiet, want ik denk niet dat ze hun vergunning of weet je, sancties willen hebben tegen zich. Maar dat mensen nog steeds niet begrijpen. En je legt het ze uit en toch zie je ze in grote getalen komen. Volgens mij mogen er 10 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn. Ik begrijp, het zijn moeilijke momenten, mensen willen afscheid nemen van een geliefde. Maar laten we ook rekening houden met de rest. Want juist bij die gelegenheid is de kans dat er nog meer mensen besmet kunnen raken. Dus laten de mensen het zodanig regelen dat er per tijdseenheid, ik denk dat een optie is, 10 mensen aanwezig zijn, als die hun afscheid hebben genomen, dat ze vertrekken, dat er dan weer wat andere mensen de gelegenheid krijgen om afscheid te nemen van een dierbare die overleden is. We vroegen aan dokter Poussa hoe het zit met de beschikbare mortuariumcapaciteit. Dat loopt goed. Er is nu nog plek om mensen op te kunnen baren. In deze periode hebben we gezien dat de mensen wel sneller overgaan tot begraven of cremeren.
Dus voor alsnog is er nog plek in het mortuarium. Het is niet leuk om dat te moeten zeggen, maar het is een feit. Mensen komen te overlijden. Het is natuurlijk hopen en bidden dat mensen minder zullen overlijden. Maar dat kan ook pas als er minder besmettingen zijn. En dan heb je nog steeds weer de oproep aan de gemeenschap van let erop, hou je aan de regels, organiseer geen feestjes, zet je mondmaskers op. Weet je, hou je echt aan de regels, want het is niet bedoeld om mensen te pesten of onaardig te zijn, maar het is bedoeld om ons allemaal te beschermen. En de oudere mensen die overlijden, heb ik het vorige keer ook al gezegd, zijn, de oudjes blijven thuis, die gaan bijna nergens. Het zijn wij jongeren die naar buiten gaan en dan thuis onze oudjes, onze geliefden besmetten. En helaas hebben die dus vaak andere risicoziektes, hoge bloedsuiker, de leeftijd, en die komen dan te overlijden. Dus als wij allemaal erop letten dat we ons houden aan de regels voor het voorkomen van een COVID-infectie, dat we dan samen ervoor kunnen zorgen dat er minder besmettingen zijn, minder zieke mensen en minder doden. Het clusterteam COVID-19 handhaving is nog steeds dagelijks op straat om de nodige controles uit te voeren om na te gaan als men zich houdt aan de COVID-19 maatregelen en protocollen. Dit clusterteam bestaat uit verschillende ministeries die allemaal op hun beurt ook diverse controles uitvoeren. Vanuit het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vertelt mevrouw Olivia Spier, hoofd ECD, wat de rol is van dit ministerie binnen het clusterteam. Sinds kort zijn we betrokken, maar het gaat erom van dat je door de minister bent gevraagd om te participeren in het clusterteam van COVID-19. En we waren heel blij hiermee. Want los van het feit dat we een controlerende taak en een opsporingsdienst zijn, is het ook heel belangrijk dat we bij het uitvoeren van onze werkzaamheden ook de bedrijven en winkeliers erop kunnen wijzen dat de COVID-maatregelen die gehanteerd moeten worden in hun bedrijf van eminent belang is. Dus daarom is het zo dat de economische controledienst, we controleren niet alleen winkels, maar we zijn een dienst die los van onderzoekingen ook problemen die we tegenkomen op het veld ook willen oplossen. Daarom zijn we blij met dit, dat we dit team kunnen ook erbij kunnen zijn in dit team, laat me dat zo zeggen. Sowieso alle inspecteurs, het zijn er 4 in totaal, rapporteren schriftelijk, eerst mondeling en nadien schriftelijk, wat sowieso ook door wordt geappt of gemaild naar de directeur. En de meest voorkomende overtredingen zijn geen prijsaanduiding en dat de bepaalde bedrijven zich niet houden aan de COVID-maatregelen. En dus daarom zijn we blij, net wat ik eerder zei, dat we erbij zijn om dit allemaal te helpen, in te dammen. Daarom juist. Maar de meeste overtredingen zijn die geen prijsaanduiding en dat die COVID-maatregelen niet helemaal goed gehanteerd worden. Dat was het weer voor het COVID-19 journaal. Houdt u zich alsjeblieft nogmaals aan de maatregelen. Onthoud 1 ding, Mohanna. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.